blije meiden? Ja, nou, op zich wel. Even terug naar voor het toernooi. Jij bent de postergirl. Ja, klopt. En als je postergirl bent, dan moet je het een beetje waarmaken en dat lukt je tot nu toe. Ja, klopt. Er was wel een soort van druk wat op je gelegd wordt natuurlijk, omdat je op zo'n poster staat. Dus ik was best wel, op het begin was het een beetje spannend. Maar ik heb het toch nog wel redelijk waar kunnen maken. Ja. En dan staat hier Julia Berenschot naast jou. Die heeft samen met jou en Natasja en de anderen ontzettend veel hard getraind. Ook in de duinen getraind. We hebben de filmpjes afgelopen week weer kunnen zien. En het loont. Ja, dat blijkt maar weer, hè? Ja. Jullie staan 3, 4, 5 als ik het goed heb in het klassement. Nou, 2, 3, 4 nog wel, denk ik. 2, 3, 4 zelf? Ja. Oh. Ja, klopt. Weet jij dan de klassering? Julia staat tweede. Ik ben tweede. Ja, en ik sta derde. Natasja, als het goed is, vierde. Ja. En Maud vijfde. In het klassement? In het klassement. Waar Reina dan ook nog achter staat. Reina Anema. Ja, Reina had denk ik een iets mindere rit, maar... Ze lag, op de 500 meter lag ze een stukje achter, maar op de 15 meter heeft ze het alweer aardig goed kunnen maken volgens mij. Maar ik heb de tijden niet bijgehouden, ik was natuurlijk na Reina, dus ik heb niet meer echt opgelet op wat er voor me is gebeurd. Wat een leuke postergirl die Leonhard wil naast jou. Zeker, doet ze goed hoor. Ja. Hey, maar ik vind het toch wel bijzonder, jullie als gewest Zuid-Holland tussen Jong Oranje in. Ja, klopt. We hadden het ook van tevoren niet echt kunnen verwachten of niet verwacht. En ja, we zitten natuurlijk wel op onze thuisbaan, dus in dat opzicht hebben we wel een voordeel. Ja, dat ijs is helemaal naar jullie schaats en jullie benen gemaakt vandaag natuurlijk. Ja, voor ons is het ijs goed. We hebben nog nooit zo goed ijs gehad. Maar als die Friesen hier komen, die weten niet wat ze meemaken. Nou, vasthouden dit, want morgen, er staan tickets voor de WK op het spel, hè? Ja, klopt. Morgen nog een dag. Word je dan zenuwachtig? Ik probeer het te camoufleren, maar ergens ben ik wel wat zenuwachtig, ja. En jij dan? Nee, gewoon lekker rijden en dan zien we het lekker wel, cool? Toch? Tuurlijk.